Nou, je ziet hier de activity tracker van de Jawbone. De nieuwe Jawbone, dus de Up Move, die naast de Up 3 is uitgekomen. En even naast de andere activity trackers. En ik moet zeggen, ik vind deze oudere activity trackers, de Polar en de Nike, die vind ik een stuk mannelijker ogen. Deze Up Move die is wel mooi klein. Op zich een leuk design. Persoonlijk zou ik hem niet dragen op mijn pols, want daarvoor vind ik het bandje iets te vrouwelijk. Ik heb deze hele goedkope activity tracker er ook even bij gehouden. Want die vind ik nog veel en veel lelijker. Niet dat ik de Upmove lelijk vind, alleen ja. Dit is even een voorbeeld van een heel lelijk model. Het gaat natuurlijk om de functionaliteit en die ga ik uitgebreid testen natuurlijk. Maar ik wilde ook eventjes gewoon laten zien hoe de polsbandje eruit ziet van de Upmove. In vergelijking met de andere activity trackers. Dus heb je daar ook een beeld van. Maar goed, de uitgebreide test gaat komen. Ik ben heel erg te spreken over de app van Jawbone. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat hij ook doet wat hij moet doen. Dat hij heel veel kan meten. Dus slaap, activiteiten, stappen, calorieën. Voeding kun je ook met de app ingeven. Dus in die zin ja, vind ik de Jawbone echt wel veel beter. Dan de Polar en de Nike qua functionaliteit en qua bruikbaarheid. En daar gaat het uiteindelijk om. En ja, deze unit, want het is dus een los rondje eigenlijk, zoals je ziet, die kan er gewoon uit. En dan kun je hem doen in de broekclip en dan kun je hem dus op je broek dragen. Ik ga het niet doen, ik ga hem op mijn pols dragen, ik ga ermee hardlopen en fietsen en kijken hoe die mij bevalt. En een complete test zie je natuurlijk weer in het bericht erbij. En de link daarvan staat onder deze video.